Ook dit jaar kun je weer naar Hartele shoppen tijdens de Pinksterconferentie. Deze keer niet in de polder, maar in onze webwinkel die we hebben omgebouwd tot online lectuurtent. Samen met onze vaste leveranciers hebben we een prachtig assortiment samengesteld. Dus het is lekker snuffelen tussen boeken, muziek, opwekkingsmaterialen, gifts en kaarten. En niet te vergeten, scherpe conferentieaanbiedingen. Oh, en niet onbelangrijk, met je aankopen steun je de bediening van Opwekking en van onze partners. Kijk snel op opwekkinglectuurtent.nl. Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom in het Compassion Café. Speciaal voor jullie hebben we een element over koffie. We willen graag iets gaan vertellen over de koffie, want naast mij zit Geoffrey Vermeulen van Zwarte Koffie. En mijn naam is Elkin Kapolsen van Compassion. Ja, en we kunnen ons voorstellen dat je de koffie best een beetje mist. Het Compassion Café op Opwekking, waar we allemaal graag kwamen, waar we graag de appeltaart aten, waar we graag een bakje koffie konden krijgen, een lekkere cappuccino of een latte. Het is allemaal even anders, maar weet je, we hebben dit speciaal voor jullie, zodat jullie thuis misschien iets kunnen leren en iets kunnen meekrijgen over wat van belang is voor een goed bakje koffie. En daarvoor had ik Geoffrey uitgenodigd. Geoffrey, zoals ik zei, is van Zwarte Koffie. Jij hebt een aardige historie met koffie, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, maar het is begonnen in Costa Rica, als ik het goed heb. Hè? Daar ben je dus daar ben je heen gegaan als zendeling. En je hebt nu twee kinderen, begreep ik. Had je de kinderen toen ook al dat je daarheen ging? Ja, klopt. Ja. We gingen daarheen eigenlijk op avontuur, niet per se als zendeling. We wilden in een andere community leven, ervaren wat het is in een andere cultuur. Ja. En ik ging samen met mijn vrouw met een dochter van 10 maanden en een zoon van 3. Op avontuur naar Costa Rica. Wauw, en hoe lang heeft dat avontuur geduurd? Ja, dat heeft ruim een half jaar geduurd. Ah, oké. En wat mocht je daar allemaal doen? Van alles. We hebben community werk gedaan. Mijn vrouw heeft bijvoorbeeld een oudere activiteit opgezet. Ik heb kinderen muziekles gegeven. We hebben geholpen een middelbare school bouwen in een inheems reservaat, hè, waar oorspronkelijke bewoners nog wonen. Ja, ja, echt van alles. Ja, ja. Ja. En met pijn in je hart ben je volgens mij weer teruggegaan naar Nederland. Als ik dat een beetje hoorde, of tenminste pijn. Je moest echt wat achterlaten. Ja, natuurlijk. Ja, want je bouwt vriendschappen op. Je bouwt echt een connectie op met mensen, met de cultuur waar je in zit. Dus ja, het afscheid was pijnlijk, maar was ook Maar er is iets moois uitgekomen. Want toen is daar ergens die droom geboren van wat je daar hebt gezien. Je liefde voor koffie. Die had je denk ik al. Tenminste, daar had je al affiniteit mee. En toen ben je dus daarop verder gegaan. Kun je iets over vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Ja, nou, we kwamen in contact met koffie. En we wisten wel wat van koffie, maar eigenlijk wel heel weinig. Als je het nu bekijkt. Maar wat we vooral zagen is dat die keten van die koffie heel erg oneerlijk was. Dus we vroegen aan die boeren, wat gebeurt er nou met je koffie? Hè? Je plukt die rode besjes. Ja. En wat gebeurt er dan? Zei die boer. Ja, ik heb geen idee. Ben je dan gecertificeerd? Vroegen wij. Hè? Wat is het? Fair Trade, Rainforest Alliance? Ja. Nee, dat kan ik niet betalen. Ik zei, oh, hoe werkt dat dan? Ja, ik weet het niet. Maar wat we gewoon zagen is dat die koffieketen, juist die onderkant van die koffieketen, helemaal niet profiteert van labels of wat dan ook. Ja. Die wordt gewoon vergeten. En juist kleine boertjes die weinig middelen hebben om verderop te komen, die werden gewoon uitgeknepen. Ja, want fair trade is dat als je dus goed wil doen, dan loop je naar de supermarkt en dan zou ik kiezen voor een mooie boon. Want goede koffie begint natuurlijk met de keuze voor een boon. Ja. Dus als je goede koffie wil thuis, dan kies je toch sneller misschien iets duurder uit de supermarkt. En er staat dan fair trade op. Maar je zegt nu eigenlijk, dat is voor de boeren daar best wel onhaalbaar of... Ja. Nou ja, kijk, fair trade is ten eerste echt een goede eerste stap. Hè? Niks te naleden van fair trade, maar wij denken dat het beter kan. Ja. En fair trade garandeert bijvoorbeeld een prijs aan de boot. Terwijl wij die boer direct bij de poort betalen. Dus wij betalen die boeren direct rekening, geld van onze rekening. Ja. Op hun rekening. En dat zijn de boeren die je daar hebt ontmoet? Ja, dat zijn dus boeren die nog steeds contact mee. Ja, ik mag binnenkort weer op reis. Ja, en ik ken ze.
We hebben een relatie met ze. Ze vertrouwen ons. Dus we gaan wel een stukje verder dan alleen maar een klantenrelatie. Nee, we willen echt met ze partneren. Hen helpen om vooruit te komen. Ja. En zij helpen ons om het verhaal te vertellen van eerlijke koffie. En daardoor ben je de zwarte koffie begonnen. Hè? Dus dat heb je zwarte koffie genoemd. En daarmee importeer je dus de bonen direct uit Costa Rica. En die worden hier in Nederland dan vermarkt. Dus dat doe je daarmee. Ja. Maar als mensen dus nu... Kijk, want we schonken heerlijke bakjes koffie. Schonken wij op Compassion Café. Die staan nog steeds bekend. En dat gaan we weer ervaren in de toekomst. Ja. Maar ja, nu zitten we thuis. Dan loop je door de supermarkt. En dan zou je dus een boon daar kunnen kiezen. Maar wat is nou van belang? Dat als mensen ook zo'n lekker bakje koffie thuis willen. Waar moet je op letten bij het kopen van zo'n boon dan? Want ja, er staat zoveel. Ja. Kijk, natuurlijk moet je het bij Zwarte Koffie kopen. Dat doen wij als Compassion ook. Uiteraard. Op kantoor hebben we jouw koffie. Is fantastisch. Die kunnen ze bij jou natuurlijk bestellen. Hè? Ja. Maar stel dat je gewoon een goede boom wil kiezen. Hoe doe je dat? Nou, ik denk dat het belangrijk is om je daarin te verdiepen waar je koffie vandaan komt. Hè, ik koop zelf bijvoorbeeld heel graag vlees bij een boer bij ons uit de buurt. Ik wil heel graag weten waar mijn vlees vandaan komt. Ja. En koffie is eigenlijk een redelijk makkelijk product om te traceren. Ja. Dus zoek uit waar die koffie vandaan komt. Zoek uit hoe die keten in elkaar zit. Hoeveel heeft die boer gekregen? Hoeveel heeft hij betaald gekregen? Ja. Nou, dat kun je vrij eenvoudig uitzoeken. Als dat niet op een site of op een verpakking te vinden is, ja, dan weet je eigenlijk dat het geen zuivere koffie is. Ja, daar moet je naar kijken als eerste. Dat is in ieder geval wat ik zeg. Kies voor eerlijkheid. Zoek uit waar die boon vandaan komt. Ja, want net zoals wij als Compassion zeggen van we hebben een hart voor ieder kind. Dus wij vinden gewoon dat ieder kind dat heeft aandacht, liefde en gewoon die moet gezien zijn. En diezelfde passie, die proef ik bij jou voor de boer. Ja. Zodra het dus niet op de verpakking staat, dan weet je eigenlijk al wel, of als het niet op de website staat, dan weet je al wat het misschien wat ergens schimmig is in die zin, of moeilijker. Ja, er zijn best wel veel micro-koffiebranderijen in Nederland die heel goed kunnen laten zien waar hun koffie vandaan komt. Ja. Er zitten allemaal verschillende gradaties in. Hoe direct die relatie is. De relatie van zwarte koffie met die boer, die is zo direct mogelijk. Ja, nou, soms heb je daar wel een schakel als een importeur tussen. Ja. Maar onderzoek waar die koffie vandaan komt. En dan even de makkelijkere vraag, zeg maar. Want dat verhaal, dat is best lastig. Tenminste, dan loop je door de gemiddelde supermarkt en daar heb je verschillende prijzen. Ja. Maar wat denk je dat je nou eigenlijk zou moeten betalen voor een boon? Dus even per kilo. De kiloprijs. Wat denk je dat reëel is? Want als je bij een supermarkt kan je gewoon een kilo kopen voor 6 euro. Ja, dat klopt. Ik denk dat een reële koffieprijs, dan gaan we kijken naar leven, dit is het in het Nederlandse woord living income, een fatsoenlijk inkomen voor een koffieboer. Inkomen voor de mensen. Ja. Ja. En als je dan de marges een beetje houdt, dan moet je wel gaan denken aan minimaal 15 euro voor een kilo. Dat is echt een heel andere prijs dan we gewend zijn. Ja, ja, ja. Precies. Maar het is het wel waard. Weet je, die boer, die werkt ook dag en nacht om jouw koffie te verwerken. Het is niet zomaar... boeren in Nederland werken ook heel hard om hun oogst zo goed mogelijk naar voren te krijgen. Ja, en dan de smaak van zo'n boon. Wat kan je... Kijk, ik kan een boon uit Brazilië krijgen, Afrika of Azië. Ja. Jij hebt volgens mij Oeganda en Costa Rica. Ja. Heb je nu als de, ja. Wat verschilt dat dan? Wat zou ik liefst kiezen als ik een makkelijke, lekkere, met chocoladeachtige koffie zou willen? Ja, dan is Centraal- of Zuid-Amerika wel heel erg heel veilig. Ja. Ja. Hele mooie koffie vandaan. Gewoon inderdaad die chocoladetonen, notig, goede body. Ja. En als je van wat meer een zuurtje houdt of wat meer spannendere koffie, nou, kies dan voor iets Afrikaans, Ethiopië, Kenia. Ja. Ja. Dus dat is een beetje grofweg... waar je dan op moet letten. Kies voor een niet te donker gebrande boon. Dat is altijd wel belangrijk. Want je verpest de smaak. Dat zie je vaak, de donker gebrande bonen. Dus als je dat zie je snel. Ja, dat komt omdat Nederlanders van bitter houden. Okay. Bittere smaak achter op de tong vinden mensen lekker. Ja. Maar als je die boon helemaal doorbrandt, net als een biefstuk... Ja, dan ben je zijn smaak, de oorspronkelijke smaak... De mogelijkheden die zo'n boon met zich meebrengt, die ben je gewoon kwijt. Ja. En hij hoeft helemaal niet zo donker te zijn om ook een bittertje te hebben. Ja. Ja. Nou, nu, en dan kun je dus van die bonen kan je dus een filterkoffie van maken. Dan kan je opschenken of je kan er met jou volautomatisch van maken. Ja. Of we hebben hier een hartstikke mooie uitzet staan. Sorry. En dan kunnen we dus de boon malen en dan apart gaan zetten. Nu hebben mensen thuis niet al die mogelijkheden. Dus hebben we een goede boon gekozen.
Ja, hoe, en daarna dan? Dus kijk, we gaan het hier zo meteen even laten zien hoe je een lekkere koffie zet. Wat je daarmee kan. Hè. We maken zo meteen even een espresso en een cappuccino, zou ik voorstellen. Maar als ik thuis zit, wat zou je adviseren voor de mensen? Nou, het is een beetje afhankelijk van wat voor machine je thuis hebt staan. Als je inderdaad voor een filterapparaat hebt staan. Kijk, we adviseren altijd zo vers mogelijk koffie te drinken. Dus dat betekent ook vers gemalen. Ja. En dat dus dat is stap 1. Dat vers malen, daar win je al heel veel. Maar ja, als dat niet kan, dan zo vers mogelijk gemalen. Ja. En doen we dat met de vijzel? Of koop je dan wel een koffiemaler? Ja, daar heb je wel een koffiemolen voor nodig. Ja. Maar die beginnen al, die beginnen al bij redelijk aantrekkelijke prijzen. Gewoon een molen voor filter. Ja. En kies gewoon een boon die bij je past. En maal zo'n koffie zoals de bedoeling is. Daar is heel veel over te vinden op internet. Wat grover voor filter, heel fijn voor espresso. Als je een volautomaat hebt. Maar dan maakt de boon eigenlijk niet zoveel meer uit. Dus als je die boon helemaal hebt, kan je er eigenlijk filter tot met espresso van maken? Ja, in principe wel. Ja, de smaken zijn wel hetzelfde. Ja, dat kan wel. Oké, dus dan koop een maletje die je in de webwinkel ergens of in de buurt kan kopen. En vervolgens dan maal je daar een goede filtermaling van. Ja. Ze zeggen volgens mij wel eens dat het dan een beetje de grofheid van de kristalsuiker moet hebben. Weet je die kant op? Zoiets, En dan kan je er filter van maken. Ja. Nou, hier hebben wij een leuke molen staan die op espresso is afgesteld. Ja. Zou je eens even kunnen laten zien welke stappen erbij komen? En dan even gedurende het zetten eens even uitleggen wat er dus nu belangrijk is. Dus je zegt verse maling en vervolgens komt er dus een goede koffie uit. Ja, nou ja, er zijn wel een aantal stappen daar ondertussen. Er komt goed gemalen koffie, dat is al belangrijk. De juiste maalgraad. Nou, het klinkt heel ingewikkeld, maar daar kun je best wel wat van vinden. We drukken hem aan, de koffie. Kan je het gelijk even laten zien? Dus dat je gelijk, een bakje koffie erbij. Ja. Geen enkel probleem. Kijk, wat we doen is, we laten die gemalen koffie laten we hier invallen. Kijk, hartstikke mooi. Daar hoef ik niks voor te doen. Ja, en nu wordt hij gelijk gemalen van de boon naar hè? Dan ruik je hem ook gelijk. Ja. Ja, super vers. Je moet er nog een keertje tikken, hè? Nog een keertje tikken, ja. Doet hij het? Ja. Kijk, daar komt hij mooi. Hij staat een beetje... Ah, er zit in ieder geval genoeg in. Zullen we dan een beetje af moeten gooien? Nou, het is wel echt inderdaad lekker afgesteld. Maar dat geeft niet. Ja, je moet altijd een beetje proberen en leren, want... Ja, hij is inderdaad wel een beetje te veel, dus ik haal er een beetje van af. Ja, precies. Nou, hartstikke lekker. Ja. Die hebben we. Ja. Nou ja, wat we dan eigenlijk doen is, zeker bij een espresso, dan noemen we dat tampen. Ja. Met de tamper. En in de volautomaat gebeurt dit ook, hè? Maar dan gebeurt het automatisch eigenlijk. Hè? Dan wordt hij ook gemalen, dus dan kan je de bonen erin gooien en dan vervolgens tampt hij het zelf, zeg maar. Klopt. Nou, wat je daarmee wil bereiken is dat die koffie heel erg dik op elkaar gepakt zit, zodat het water er heel moeilijk doorheen komt. Ja, en dan komt mooi al die smaken eruit. Ja, zodat dat wordt zo uitgeknepen als een spons, zodat je daar echt de perfecte resultaten krijgt. Ja. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd wat we hier nog uit gaan krijgen. Maar dat geeft niet. Ik maak hem een beetje schoon. Want als er wat tussen zit, dan geen probleem. Nou ja, ik druk eigenlijk op de knop. Je spoelt hem even. Ja. Ja. En is dit nou wel de manier om de espresso te zetten? Dus als je de keuze hebt van dat je dit voor een goede koffie, dan zou je het liefst op deze manier doen? Of zeg je, ik heb liever filterkoffie? Nou, het ligt een beetje aan het moment van de dag. Oh, kijk. Ja. Als je allebei de keuzes hebt. Ja, dan kijk, een espresso is heel lekker, hele intense smaak. Vaak dikke body, ook stroperig. En een filterkoffie kan bijvoorbeeld een hele lichte branding zijn, die heel mooi is op een zondagmiddag in het zonnetje. Oh, ja. Dus ja, dat is ook een beetje verschillende momenten wat je lekker vindt of waar je zin in hebt. Ik drink ook niet elke zondagmiddag Pinot Noir. Hè. Soms heb ik zin in een Merlot wijntje. Ja. Ja. Dus dat is met koffie ook. Nou, dan hebben we lekkere koffie inderdaad. Ja. En als je hiervan... Kijk, mensen houden niet van espresso, maar hier zou ik nog een koffie van willen maken. Wat, dan noemen ze dat Americano, hè? Ja. Dus dat je en dan volgens mij moet je dan water bij opleggen. Dus, ja, dan doen we er een beetje water op. Dat klinkt eigenlijk heel gek dat je hem een soort van aanlengt. Ja. Maar dat haalt dus eigenlijk dat hele sterke, dat hele bittere, haalt het een beetje weg. Dus dat kunnen we wel even doen. Zo. Ja. Dan doen we even een klein beetje water erop. Dit heet dan officieel een long black en geen Americano, maar dat is weer een heel technisch verhaal.
Ja, nou, dan kunnen mensen vast even googlen. Gewoon zwarte long koffie. Black. Zwarte ja, koffie. Ja, precies, daar ben je fan van. Helemaal goed. Dus, ja, zo, en als we dus dan een cappuccino willen, dan schuiven we nog melk op. Nou, mm-hmm. Mocht je nou thuis zo'n machine hebben, ja. Dan willen we ook graag even laten zien hoe dat gaat. Ja. Want dan kan je misschien oefenen met een figuurtje. Ja. Nou, dat is voor wat meer gevorderden misschien ook, hè, want ja. Dat is best lastig. Ja, ja, barista is ook echt een ambacht. Is echt een vak. Er zijn misschien mensen die kijken, die barista's zijn, die doen het dagelijks zo vaak en zo goed. Ik heb ontzettend veel liefde voor koffie en het verbouwen van koffie en het inkopen van koffie in die relatie met boeren. Ja. Maar er zijn zeker mensen die betere barista's zijn dan ik. Dus dat is alvast een disclaimer voor wat ik Maar goed, de smaak is niet anders, toch? Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon opgeschuimde melk. En, zeker, ja, zeker. Het figuurtje doet heel veel in de beleving. Het figuurtje doet heel veel in de beleving. Ja, ja, ja. Alright. En wat is hier het effect van? Dus waarom doe je er niet gewoon warme melk op die opgewarmd is? Je moet het echt opstomen. Ja, dat is heel scheikundig. Oh, okay. Moeten we daar ons niet aan wagen? Aan Dat heeft dan te maken met inderdaad de structuur van de melk. Ja. Die dan verandert. Ja. Ja, dan hebben mensen ook vaak inderdaad zo'n melkschuimtje thuis. Hè? En dat kan je er wel mee vergelijken. Ja. Ja, alleen het geluid al vind ik al heerlijk. Dat brengt me helemaal terug in het Compassion Café van Opwekking. Dat ik denk, oh ja, waar we lekker konden kletsen. Waar we met elkaar de appeltaart voor de neus hadden. Ja. En er heel veel mensen druk waren om goede koffies te zetten. En dan heb je heerlijke melk inderdaad. Ja. Melkpijpjes schoonmaken is belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk, want dat voegt altijd snel aan. Net als melk in een pannetje. Ja, precies. Dus, all right. Ja, en dan komt het moment suprem. Hè? Ja, daar komt het, ja. Ja, precies. Wat is hier nou de kunst van? De kunst is oefenen. Ja, gewoon doen. Ja, ik vroeg het al even voor de uitzending. Wanneer was die laatste keer? Maar dat is even geleden. Het is even geleden, ja. Ik drink vooral heel veel espresso. Ja, precies. De kunst is, de echte barista, die zal je dat misschien anders vertellen, is hoog beginnen, een beetje cirkelen en dan laag erin om het figuurtje te kijken. Ja. Ik ben benieuwd, probeer het. Later eens wat moois te maken. Nou, het liefst een Skippy natuurlijk. Skippy is bij ons in het logo. Ja, dat is dat wordt lastig. Dat is natuurlijk een grapje. Maak je er moois van. Een paar hartjes. Maar ik zie wel iets tevoorschijn komen. Ja, er komt iets tevoorschijn. Ja, komt zeker iets tevoorschijn. Precies. Maar, en de volgende zal weer iets beter zijn. Nou, maar dat ziet er heerlijk uit. Mag ik hem proeven? Zeker. Ga je gang. Lekker. Nou, ik hou hiervan. Heerlijk. Dat brengt me weer helemaal terug. Opwekkingscafé. Ik hoop dat we dat snel weer met elkaar mogen doen. Geoffrey, echt interessant. Ik hoop dat het mensen thuis ergens geïnspireerd heeft. Van begin gewoon bij de goede boon. Dat bepaalt eigenlijk heel veel qua smaak. Ja. Maar vooral ook nog of eerlijk is. Dus of de direct trade, of je direct recht doet aan hoe de boer bestaat. Ja. En daar gaat jouw hart naar uit. Absoluut. En samen maken we daar een vuist voor. Samen kunnen we dat weer een stukje eerlijker maken. En dat reflecteert natuurlijk ook gelijk weer op de kinderen die bij deze mensen thuis leven. Mm. En ik hoop dat we jullie snel weer mogen serveren van een heerlijk bakje koffie. Yes. Maar Geoffrey, dankjewel voor deze tijd. Graag gedaan. En ons even snel echt in een stoomcursus hier doorheen te leiden. Ja. Maar tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Dankjewel. We zijn dankbaar dat we elk jaar een Pinksterconferentie organiseren. Nu al meer dan 50 jaar. Een geweldige kans om de Kerk van Nederland te dienen. En mensen in contact te brengen met God, die mensen aanraakt en levens verandert. Dat heeft ons hart. Deel jij dat verlangen? Steun dan ons werk en word vriend van Opwekking. Kijk op opwekking.nl, want Opwekking begint met een aanraking van God. Door zijn